Dit is de Nacho Podcast met uw host Orville Nielsen, Reinald Kolen en speciale gast Diederik Sempel. Ja, ja, welkom in onze podcast, de tweede uitzending. Nu met beeld. Reinald, we zijn gepromoveerd. Ja, man, we hebben nu beeld, geen koptelefoons. Dus uh, ja, het <laughs> is wel een vooruitgang, denk ik zo. <laughs> nou, welkom, heren, gezellig. Dames en heren, nogmaals, welkom. Hoe was jullie week, heren? Laten we even daarmee beginnen. Hoe was jullie week uh, afgelopen? Ik heb een uh, goede week achter de rug, ja. Nou vertel, wat heb je meegemaakt? Uh, ik had natuurlijk het vooruitzicht dat ik bij jullie uh, aan tafel <laughs> ja. mocht uh, schrijven. Je had geen beter uh, over kunnen... Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb het eigenlijk niet zo druk gehad. Uh, rustige week, zou je kunnen zeggen. Uh, wel wat gewerkt, stukjes geschreven. Uh, ik ben freelance journalist. En uh, ja, tussendoor wat, wat andere dingen gedaan. Mijn moeder opgezocht Die uh, nog niet zo lang geleden alleen uh, weduwe is geworden. Um, ja, goede film oh. gezien. Van Spielberg. Oh. Kan ik iedereen aanraden. Ja. Nou. Ja. Daar wordt ja. oh. het straks wel even over dan, denk ik. Hè? Ja, ik moet <laughs> dat zeggen. Is ik goed. ben wel nieuwsgierig nu. Nou, fijn dat, ja. dat je in ons midden bent, Diederik. Wel, ja, Hoe zou ja. jouw week, Rijnald? Ja, uh, gewoon de standaard uh, werkweek voor mij. En uh, voetbal gevolgd. Uh, knvb beker natuurlijk. Uh, en afgezien van dat uh, ook niet, uh, niet heel veel extra's gedaan. Vooral rustig gaan. Werken thuis. een Beetje ontspannen. Ja, wel goed. Om eerlijk te zijn heb ik zelf de KNVB-beken niet echt gevolgd. Ik ben best wel bezig geweest met de natural U17. Ja, dat, dat vergeet ik te benoemen, maar inderdaad daar <laughs> hebben we het ook veel, nog over gehad. Met ja, later, nee, klopt. later ja, in zeker. het programma komen we daar zeker op terug. Ja, 100%. Ja. Ik wil het nu eerst hebben over uh, de ontwikkelingen betreffende de Copa America van 2024. Uh, volgens Wikiwand stond de Copa America oorspronkelijk gepland eigenlijk voor 2023, maar het is verschoven naar 2024 om uiteindelijk samen te vallen met het EK van 2024, de Europese kampioenschappen. Ja. Het is in ieder geval nog niet bekend welk land dit zal organiseren, maar het gerucht gaat dat het tussen Ecuador en Amerika gaat. Nou heb ik gisteren toevallig volgens de laatste berichten was het Ecuador, maar volgens ESPN zag ik ook weer dat het Amerika was. Dus het is niet helemaal duidelijk wie het uiteindelijk het gastland wordt. Ik ben wel, ik heb een filmpje voorbij zien komen van de president van de Comibol en daar gaan we even nu kijken wat hij toen te zeggen had. creo que cualquier país está en condición de, 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 de este, tener la Copa América, pero en realidad no hay nada por escrito que nos, nos obligue a una situación. Nosotros tenemos que ver siempre lo mejor para el fútbol y para nuestras asociaciones. ¿Ya hay algún acercamiento para esto? ¿Perdón? Para, para esta unión. No, no, la Copa América no tiene sede todavía pero algún acercamiento entre conmebol y concacaf para darse esta situación nosotros venimos hablando constantemente eh, varias veces les digo estuvimos muy cerca de concretar y, y lamentablemente no se dio así que la conversación siempre sigue abierta creo que es lo mejor que podemos hacer y como como dijo el rey pelé siempre unidos nunca divididos eso también permite poder trabajar con otras confederaciones Mirando a un futuro cercano, porque si hay algo que este Mundial demostró es que no podemos trabajar en compartimientos estancos. Eh, vimos que selecciones que se conocen, que son de la misma confederación, juegan de una manera porque se conocen. Pero cuando juegan con otra confederación, equipos de otra confederación, ahí ya se complica el juego porque dejamos esta relación de jugar entre nosotros. Y creo que hay que pensarlo bien y, y buscar la competitividad entre nuestras selecciones para que cuando lleguemos al Mundial lleguemos en forma. Het is wel een, uh, een. Hij komt wel glad over. Hè. Het is wel een, 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 een final boss van een, een desperado of zo, om het zo maar te zeggen. Het is wel. Uh, ja, wat hij hier eigenlijk dus zegt, het is ja. de, de, de samenwerking uh, met de CONCACAF. Er zijn trouwens daarover gesproken. Er zijn zes landen uit de CONCACAF die uh, erbij mogen zijn. Tegenover tien landen uit de CONMEBOL. Uh -huh. Dus dan hebben we het over Brazilië, Chili, Argentinië van de CONMEBOL. Ja. En um, ja, het is wel een, een stukje geschiedenis, want nog nooit hebben ze samen een, een toernooi georganiseerd. Dus, maar hij zegt zelf ook hier al: oh, het het, uh, er is nog geen gastland aangewezen. Dus het is denk ik nog even afwachten. Dus Ecuador of Amerika, dat zijn de geruchten, we weten het nog niet. Ja, dus. bij beide landen wel mooi. Kijk, kijk, in Ecuador heb je natuurlijk de hoogteverschillen. He, ze spelen veel voor ook hoog, die stadions. Dus dat, dat kan ook invloed hebben. Um, Amerika heeft een bepaalde infrastructuur, ze kunnen oefenen voor uh, WK 2026. Als ze het doen dus ja we gaan het zien maar uh, ik hoop dat Suriname erbij zal zijn. Ja over Suriname gesproken. Football Today die meldt trouwens dat Suriname op een lijst staat uh, van een van de landen die een uitnodiging kunnen verwachten voor uh, ah, mm -hmm. dus dat zou echt... Uh, Want hoe gaan ze die zes uh, landen samen uh, bepalen welke zes dat worden? Dat is, niet bekend, dat is nog niet helemaal nee. bekend uh, maar zo. De lijst heb ik gezien, en Suriname die staat er wel op, heb ik begrepen. In ieder geval volgens Voetbal uh, Today. Dus daar komen we zeker wel op terug in de volgende podcast, denk ik. Ja, ze zullen steeds meer bekend worden daarover hoop ik. Dus uh, kunnen we kunnen het echt wel oppakken, ja. ja. Interessante ontwikkeling. Zeker. Ja. Ja. Wat ook een interessante ontwikkeling zou kunnen zijn, is... Kijk, Suriname valt onder de Concacaf. Maar als ze zich zouden aansluiten bij de Commonwealth. Dus eigenlijk, ja, je bent in Zuid-Amerika gelegen, buurland van Brazilië. Ja. Misschien zou het wel wat Betere voor de ontwikkelingen zijn om daarbij aan te sluiten. Hoe denken jullie uh, daar zelf over? Ja, nou ja, de, de, bij de CONCACAF zijn 35 al aangesloten. Zoiets. Als het er niet meer zijn. Het gaat, het gaat, ik denk misschien wel meer, maar ja. het ja. gaat die kant op. Ja, Het is wel boven de 30 sowieso. Het is, het is ja. natuurlijk niet helemaal. Uh, kijk, in het verleden, dus de Caribische, de, de CFU, hè, de, ja. uh, is opgericht op Kamperveen. Ja. Die richten zich uh, juist op het Caribisch gebied. Dus de, dus de Caribische Federatie. Uh, ja. Was het die hij heeft opgericht. En uh, ja, voor de competitie, voor de, uh, in die tijd, dus we hebben het over de jaren 70. Uh, toen was Suriname een van de toonaangevende landen in het Caribisch gebied. Nou, dat ja. zouden ze met de, de huidige ontwikkelingen met de Spelers uit Europa misschien weer kunnen waarmaken. Maar het ja. is natuurlijk diep weggezakt. Ja. Maar voor het zover is, denk ik dat ze ook tegen een land als Pach pakweg uh, Venezuela niet zo gek veel te zoeken hebben. Dan kunnen ze toch beter eerst ja. tegen de, he, wat nu in Nations League mm. de League B is. tegen landen als uh, El Salvador, uh, St. Kitts. Maar ook, ja, ja. maar ook Barbados. En mm. uh, laten ze daar eerst maar eens ruim van winnen. Want of ja. Curaçao gewoon ook. Ja. Maar ik heb toch wel het idee dat er meer aandacht is voor de Zuid-Amerikaanse uh, landen. Want daar heb je de, de grotere spelers. Uh, ja. Dus het zou misschien financieel en economisch misschien wel financieel meer voordelen. Ja, ja. Dus ook, ook met de, ja. het uitwisselen van talent, misschien. Weet je, samenwerkingsverbanden. Ja, je, je, moet, je moet onderschatten, uh, de pool van het nationale team. De, de, de aantrekkingskracht kan ook toenemen. Hè? Want het, de, de infrastructuur van reis is wat minder um, complex dan als je naar allerlei Caribische landen moet. Um, dat is niet helemaal waar volgens nee? mij. want Nee, want de, het uh, grote probleem van Suriname, de bereikbaarheid is. Mm. Dus als je naar, uh, boven Brazilië of Guyana, ja. uh, Frans-Guyana, voormalig uh, Brits-Guyana in Brazilië, mm. gaan er geen rechtstreeks vluchten uh, naar andere landen. Dus je dat... kunt alleen naar Belém. Ja, maar dus in principe. Oh, ja. Ja, en inderdaad. als je naar Colombia ja. wil, dan moet je via uh, Trinidad Curaçao. Ja, Soms komt. moet je via Panama uh, of een andere. En als je Urk. naar Mexico moet, dan moet je via Miami. Ja, dat kan. Maar wat ik naartoe wilde is van, het is voor een speler kan het misschien interessanter zijn om tegen Messi, nou goed die speelt niet zo lang meer, maar tegen te spelen, tegen 18, spelen Paraguay. Dan is het misschien wel aantrekkelijker ja. dan Cayman Islands in de eerste ronde van de WK-kwalificatie. Ja, ja. Dus in die zin, het is een beetje kip-ei verhaal. Het kan ook sponsors goed? aantrekken. Ook dat weet je, maar, Beter maar, 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 maar kijk nu, het ja, elftal van nu is het denk ik ook niet klaar voor, maar misschien heb je sneller een Sterk elftal als je die overstap maakt. Ah, het zou kunnen, maar dan moeten ze ook weer iets doen aan die. Want uh, nu gaan de beste vier van de Commerbol door. En nummer vijf ja. speelt een barrage. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja. En uh, voorlopig geeft Suriname op een WK-kwalificatie veel meer kans Als ze binnen de Kokaaf blijven voetballen. Dat is wel zo, ja. Dus Zeker ik, 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 zou, ik sluit het niet uit, maar dan ja. over een tijdje pas. Ja, dat is als je wat verder in het proces bent. Ja. Ja. Toekomstmuziek dus. Ja. Nou, nou, dan gaan we. In ieder geval, ik wil verder gaan naar. Ik heb een paar vragen, um, vragen die zijn ingezonden. Ik wil daarmee beginnen. Uh, de eerste vraag was van Sonpe. We blijven even bij de het Surinaamse elftal. Van, uh... In ieder geval, de eerste vraag dus, nogmaals, van Sonpe. Hij vroeg: waarom zijn er geen spelers van Japanse of Hindustaanse afkomst in de Surinaamse selectie? Ja. Ja. <laughs> Ze zijn er, ja, maar het is vraag. gewoon. Niet zoveel. Percentueel ze, 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 ze zijn er gewoon minder Hindoestaan uh, en Japan ook de Surinaanse Er zijn toekomst. wel een paar, maar zijn er ook zijn een beetje gemixt. En, het, ja. Ja, ja. Uh, het is ja. natuurlijk een mengelmoes. Dus ja, ik, ik vind het bijzonder dat, dat men zich dat eigenlijk afvraagt. Uh, ik heb die vraag eigenlijk al beantwoord, uh, mm. daar waar die werd gesteld. Maar ik vind het wel bijzonder dat mensen hier, hier bij stilstaan, eigenlijk. Want ja, je speelt ja. nou voor één vlag. <coughs> of je nou Hindustans bent, Javaans, uh, Chinees, Surinaams. Het gaat om ja. de vlag die je verdedigt. Dat, dat, ja. is, dat is waar. Wat, wat wel is, Je wil je ook kunnen identificeren met een speler. Hè? Kijk, um, als jij uh, als uh, donkere jongen die opgroeit in Amsterdam Zuidoost. Suriname in Nederlands 11 al ziet. Dat spreekt meer tot de verbeelding dan Frenkie de Jong. Dat is heel simpel gezegd. Maar um, wat ik wel grappig vind. Toen ik in Suriname was, een tijdje. Je had daar Linko. Dat is een salvobalteam. Uh, en dan mocht je alleen spelen als je Javaans was. Ja. Oh ja, ja, en die, cool. werden ja. die werden ook kampioen <laughs> uh, een paar jaar achter elkaar. Ja. Maar dus, dus, die sentimenten die zijn er wel heel erg. En ik weet niet wat de reden erachter was hoor, dat het zo zou zijn. Maar je, alleen als je Japanse afkomst had, mocht je in het team spelen. Um, ik weet niet of dat was om bijvoorbeeld uh, Javans voetbal tot een hoger niveau te tillen en om wat meer Japanse jongens door te laten gaan. Maar ik denk dat ja, een Hindoestaan gaat sneller cricket spelen dan voetbal bijvoorbeeld. Het nationale ja. team van Suriname cricket, dat zit er alleen maar Hindoestaan in. En daar hoor je ook niet veel mensen zeggen: Nou, waarom zit er geen donker jongen in? Of geen Javaan in? Of wat dan ook. Dus ja, het is gewoon puur een percentueel iets. Er zijn gewoon meer donkere jongens van Kriolse afkomst die voetballen dan de andere afkomsten. Ja, ja, ja. en uh, uh, tegelijkertijd, en de, ik ben het helemaal met jou eens dat je zegt van: uh, 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 zwart, uh, Hindustans, Javaans, ja. uh, moxie, het maakt helemaal niet uit. Nee. het gaat om die vlag. Ja, precies. Ja. En je stelt je beste voetballers op, het beste team uh, uh, moet het gaan doen. Maar jij noemt uh, Linko. Ja. Ik heb ze ik heb ook wel eens zien voetballen. En de Javanen zijn uh, 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 misschien wat lichter, technischer, ja, dikker. Uh, en, uh, en op het veld heb je juist, uh, ik herinner mij dat uh, Nederlandse trainers die daar lang geleden mm. waren, dus Sef Vergoozen, maar ook Henk ten Kaat, zeiden, ja. ja, maar Krelse jongens, uit Suriname, gemaakt voor het voetbal. Ja. Ze zijn uh, atletisch, ze zijn snel, uh, kortspieren, uh, fysiek, ja. fysiek uh, uh, ja. Ja, tactisch uh, gaat er hier en daar nog wel eens wat mis, maar ja. ze zijn eigenlijk gemaakt voor het, voor het voetballen. Ja. ja, je had een mooi voorbeeld, je had Vangelino Sastromeggio vroeger. Ja, in de, zeker. In de zaal, dat dacht je, zo, die kan voetballen. Op het veld van uh, Estesarion, zo, dat is een goede trap. En dan moest je op een ja. groot veld spelen. En dan zag je het verschil in fysieke arbeid die hij moest leveren. Ja. Hij kon het niet, niet zo belopen als in de competitie of in, op andere velden. En zijn trap was niet meer zo indrukwekkend, want hij werd de Suriname Beckham genoemd hè, in de competitie. want ja, nou, hij als een vrije trappen erin schoot. Maar op een groot veld was die trap dus niet meer heel veel meer waard. Ja, het kan. Dus Zo'n speler moet dan heel veel waard zijn voor je team. Ja. Uh, het nacho van 2007, ja. 2010, toen was hij de spelbepaler. Ja, maar dan moet je eigenlijk twee middenvelders naast hem hebben die hem een beetje uit de wind houden. Ja, dan, dan heb je En dan is hij wel, kan hij wel beslissend zijn. Ja, dus klopt. niet alleen een directe klopt. vrije trap, maar ook die splijtende paas. Ja, want dan had hij wel een voetje. ja. Een oh, hele fijne ja. voetballer. Ja, ja. Die, die kon het wel, ja. Ik heb overigens een suggestie waar ik naartoe wil. Uh, nog voor nog een volger, Sampi Nelson. Ja. Die benoemde de spelers Casanovirio, die inmiddels een transfer heeft gemaakt naar Feyenoord. Justin Lonwijk, speler die komt uit voor Dynamo Kiev. Jaden Braaf, inmiddels verhuurd is hij aan uh, Hellas Verona. Ja, niet eens. ja, Hellas Verona, klopt. Ja. Verhuurd inderdaad. Uh, Emmanuel Ferrai, <tus> Eindracht-Brunswijk speelt hij in Duitsland. Crescencio Summerfield, een naam die we vaak voorbij hebben zien komen. Ja. Leeds United, dat doet het heel goed. Ja. Maar zij moeten benaderd worden om voor Suriname uit te komen. Dat is zijn suggestie. Misschien is het wel gebeurd en weten we het niet. Inderdaad. Ik inderdaad. weet uh, van een paar namen weet ik zeker dat het gebeurd is. Onder Goree, onder Menzo. En nou ja, wat er nu onder Winter gebeurt, uh, is nog niet eens officieel bondscoach. Maar ja. uh, ik weet wel, de, ik, ja, dat weet ik vrij zeker dat het contact is. Niet misschien met alle namen die je noemt, maar met Summerfield zeker. Welke wel, nu we benieuwd, natuurlijk. Farai ook. Die is benaderd? Ja, dus ja. ja die heeft gespeeld nog. Ja, in inderdaad. Spijt, ja. Ja. Toen ging hij naar Dortmund en uiteindelijk is hij dus naar Eintracht, ja. Brandsvig, is hij, uh, Ja. Getransfereerd. ja. Dus hij is al benaderd. Ja, ik, ik, uh, kijk, dat, dat, dat zouden we aan de assistentenbondschozen nu moeten vragen. Maar ik weet dat die, die lijst, en ik kan nog wel een paar namen noemen, daar dat, dat, dat is voortdurend contact mee. Nou, brandlos, zou ik zeggen. Ja, nee, maar de, de, de namen die, die vaker werden genoemd toen uh, die paspoortkwestie mm -hmm. uh, rond was, ja. nou, er zijn een aantal spelers benaderd. Maar uh, potentieel is er nog veel meer mogelijk. Ja. Vaak werden genoemd uh, Boetius en uh, Riedewald. Ja, die worden heel ja, veel. Ja, ja, inderdaad. Ja, die, die hebben wij zelf ook. Nou, daarvan weet ik zeker dat uh, uh, onder Menzo, die heeft uh, ja. vaak met ze gebeld. En dan belden ze maar weer niet terug. En ze zeggen van ja, oké, okay, ja. maar dan moeten we ook conclusies trekken. Dan willen ze misschien zelf niet echt. En we gaan ons niet, uh, we gaan niet uh, ons blijven aanbieden. Mm -hmm. uh, maar die, die, die hele groslijst. De, uh, toen dat die paspoortkwestie erdoor was, hadden ze een groslijst van 200. Ja, 250 namen. je nagaan. Overigens is er wel een Riedewald die inmiddels bij de U17 is aangesloten, maar daar komen we straks wel aan. Het is geen familie zijn ze. Ze zijn niet <laughs> nee. gerelateerd, maar ja. daar ja. hebben we wel één Riedewald waarmee Ja. Eh, ja. Die lopen doen. Dus ja. ja. Ik, ik ga de, 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 bij het boek, maar daar gaan we het zo over hebben. Hoort een site. Ja. Mijn Surinaams elftal.nl. Ja, ja. Die hebben we ook voorbij. En daar, hebben, daar, ja. we, daar staan nu 50 namen bij. Maar daar zit Suburville ja. natuurlijk zeker bij. Maar ook ja. Doekie bijvoorbeeld. Ja, die is ook nog uh, te selecteren. Die draait heel sterk bij uh, Unian Berlin. Bij ja, uh, ja, die heeft nu een basisplek. Ja. En, uh, ja. nou, hij hij heeft vijf, vijf men of de match wedstrijden <laughs> gewonnen. Hij heeft vijf men of de match ja, ja. gewonnen. Maar die win je toch in je team? Als, ja. in Als verdediger in de Hij Is hij een tijdje nog topscorer geweest ook? Van zijn club. Ja, hij scoort veel voor de verdediger. Ja, dat is speelmomenten. Ja, zeker. Zeker. Je had gedachte gedacht, hè, van Vitesse naar de Bundesliga en daar ja. uitblinken. Dat is echt ja. uh, heel ja, want ik vond hem niet zo sterk in de eredivisie, om eerlijk te zijn. Hij was wel redelijk stabiel, maar hij kon af en toe wel eens een, uh, ja, een foutje nog kon je wel betrappen. Hij maar hij was nog jong inderdaad. Dus, ja. uh, hij heeft een beetje het Virgil van Dijk syndroom, noem ik dat. dat je, je bent goed, maar je slaapt af en toe. En dan ja. uh, maak je zo'n foutje denk je van, hoe kan jij die fout maken? Je bent een goede verdediger. Die had het bij Groningen ook. En hij werd echt volwassen ja. toen hij naar Celtic ging inderdaad. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja, nou, we hebben in ieder geval. toch even hangen op Suriname. Want jij ja. bent natuurlijk vaak in Suriname geweest. En. Je, 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 je hebt je sowieso in de, in de keuken heb je ook wel verdiept, denk ik. En. Om de keuken. Nou, ik wil niet zo ver in de keuken gaan, maar ik wil het even op de vrucht houden. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een favoriete Surinaamse vrucht. Kleine hint. Vooral langs de weg verkopen ze die. Ja. Weet je over welke vrucht ik het heb? Ik denk dat jij het over de knip hebt. <laughs> ja, 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 dat ja, is pas. echt mijn favoriete. Ja, ja. Ik weet dat, uh, uh, maar dat is alweer van langer geleden. Dat Clarence Sederhof uh, daarvan een keer gezegd heeft: van verkoop die langs, uh, langs de weg. En het is heerlijk, hij kan het niet weerstaan. Maar hij wil eigenlijk niet meer hebben dat dat gebeurt door uh, kinderen van uh, rond de 10 jaar oud. Ja, dat heeft ja. een bepaalde. Hij heeft ook iets heel tragisch. Uh, ik ja. vond het ook een raar beeld hebben toen ik het ja. voor het eerst zag, toen ik ja. er was, weet je. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw favoriete vrucht. Maar dat doen we na de break, komen we ja. erop terug. Ja. Dan horen we over jouw favoriete vrucht. Lime flavored soapberry is scientifically known as melacoccus vigigatus, but it goes by Kneppa. Kneppa wekare in stranan. Noamikale, medicades, you got this, we got honkneppa. Honkneppa kuspame de jas. Kneppa. Ja, ik ja. versta het ook wel een beetje. Ja, ik versta het wel een beetje. Ja, ik, ik, uh, ik heb van thuis uit een uh, verbod opgelegd gekregen van mijn dochters. Ik heb drie dochters. Eén zoon, maar van, uh, uh, pap, jij gaat geen uh, Surinaamse uh, proberen te praten, want ik heb in totaal zes jaar gewoond, ja. maar anders ben je zo'n wannabe-Surinamer. <laughs> <laughs> dus dat, dat uh, en het, het, ja. klinkt ook vaak niet, maar het is wel heel leuk als, uh, uh, ja. als, als je in een gezelschap bent en, of op een feestje en er zijn verschillende mensen die zijn niet Surinaamse mm. aan het praten en je weet ja. dat ze het over jou hebben. Ja, dat is grappig. En je kunt het altijd verstaan. En ik zij denken ja. van, die bakra, die begrijpt het <laughs> toch niet. Ik maar, heb het zelf ook meegemaakt, want ja. ik zie het echt uit als Surinamer. Nee ik spreek het al vloeiend, maar ik heb wel eens in de trein gehad dat ze alle familierottels bespraken en ik er tegenover zat en ik alles begreep en ze hadden ja. niks door en toen stond ik op en zei ik nou, fijne dag in het Surinaams weet je wel en dan, ja. Ja, het is echt... Uh... Prachtig, die gezichten dan. Ja, 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 ja leuk. precies. Ja, zo. ja dat, ik ja. vind het leuk. Dus ja. ik, ik, ik ken die ervaring ook, ja. 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 Nou, knippa dus. Mijn, ja, mijn favoriete vrucht. Wat is jouw favoriete? Uh, Als ik voor een beetje. Uh, een, een, een echte goede manja. Maar dan van een van, Surinaams uh, erf. Daar dat gaat het natuurlijk niet boven. Ja, die draadjes. Dus je moet even... Oh, manja. Dat is een probleem. Ja. Die uh, met schil kan eten, hè? Volgens mij zie je, of niet? Is nee, Er is nee, één keer die nee. ook met schil kan eten. Zou weten, nou, ja, ik zou niet weten. Ja, ik heb zacht een hele zachte, hele kleine heb ik gegeten. Ik heb geen ja. idee. Of was ik gewoon gierig? Misschien was je gierig. <laughs> maar... Nou, maar een goede, uh, als ik daar een tijdje mee geweest en ik heb een goede bak over gegeten. dan, uh, dan, dan uh, eet ik twee maanden geen bananen hier. Ja. Dat, wat je hier in de nee. winkel ziet, dat slaat dat is helemaal nergens. Dat heb ik dus ook. Uh... Maar de, ik zou de kerst bovenaan zetten. Dus die op het erf groeien ook van die kleine uh, ja. Ja. Uh, rode. En dan heb je ja. meteen genoeg vitamine C. Mm. Alles binnen voor de rest van de maand. Heerlijk. Ja. Ik, ik vergat wat je het zegt, Want weet je dat uh, in de uh, culinaire wereld. Surinaamse kers heel gewild is om in saus en dergelijke te Het is dus gewoon wereldwijd echt, echt gewoon ja. sterrenchefs die willen Surinaamse kers hebben. Geen andere kers, omdat ja. die een bepaalde zuurgraad of iets dergelijks hebben. Ja. Ja. Dus uh, maar ja, daar zie je me weer. Pompelmoes, ook niet verkeerd hoor. Ja, ik, nee. ik zou moeilijk kunnen kiezen dus. Dat is dus de, mijn favoriet. Hé! Hey. Pompelmoes, ja. een grote, ja. uit Saramaka, Ja, ja heerlijk. Heerlijk, ja. heerlijk. Nou Dirk, je bent uh, schrijver. Voor de NRC onder andere, Volkskrant uh, volkskranten beschreven en ook voor Stanios in Suriname. Hoe ben je eigenlijk daar terechtgekomen? Uh, dat heb ik te danken aan mijn uh, vrouw. Zij is uh, documentairemaker, ze maakt jeugddocumentaires en zij is in. Mirjam, hè? Ja, Mirjam Marks heet ze. Er uh, komt binnenkort een hele mooie film van haar uit en die gaat over kinderen die in het binnenland leven in, uh, in Suriname, mm, in ah, boven de Suriname-rivier. Okay. Dus, uh, die heeft ze een jaar lang gevolgd. Uh, uh, en zij maakte, dan hebben we het al over eind vorige eeuw, uh, toen maakte ze ook al documentaires. Want zo oud zijn we toch al wel weer. En toen heeft zij meegewerkt aan het programma Ruilen. J jullie kennen het programma Puberruil? Dat ja, was het. Ja, 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 dat was het niet. Maar het is meer de integende gemaakte, echt documentaire gedraaide variant. En toen uh, lieten ze uh, kinderen van plek ruilen. Dus een jongetje uit een groot gezin met een meisje enig een ja, kind. Oh ja. uh, uh, een jongetje met alleen maar zusjes, met een meisje met alleen maar broertjes, lieten ze ruilen van wat zou er mm. gebeuren. Was een succes, kregen ze prijzen mee. En toen hebben ze dat ook bedacht internationaal. En vanwege de taal werden dat toen Indonesië, Zuid-Afrika en Suriname. Oh! Mirjam is toen met het Nederlandse meisje naar Suriname gegaan voor twee weken. En die kwam razend enthousiast thuis van die wij gaan uh, na, na, naar Suriname. Ja. En ik dacht van ja, wat heb ik daar nou te zoeken. Maar uh, na afhankelijk wat aarzelingen, dacht van wat moet ik hier nou. We hadden toen net twee hele jonge kinderen, ik heb er nu vier. Dat was even aanpassen, maar uh, ja, je raakt vrij snel aan het land verslaafd, ja. kan ik zeggen. <laughs> en uh, dus toen een, een half halfjaartje daar gezeten, we zouden eerst, toen kon je nog open tickets uh, kopen. En ik ben freelancer, zij ook. En nou, we kijken wel wat er gebeurt. En uh, toen, omdat even mijn broers ging trouwen en na een half jaar teruggegaan, maar dat land is altijd blijven trekken. Ja. Toen een keer een jaar uh, gewoond en dat was vrij kort. En daarna, dat van nou, we doen het nog één keer. Die kinderen gaan allemaal nog naar school. Dan gaan we twee jaar, dat werden de drie. Nou, en toen heb ik uh, daarvoor krant gewerkt, uh, Times of Suriname. Oh, ja. In de goede tijd moet ik bijna zeggen, toen hij nog niet helemaal uh, bepaald werd door de ondanks overleden hm. Dilip uh, Sarju, uh, ja. en daarna bij Star News, dus Nita Ramcharan, ken ik uh, vrij goed, ja. dat is een van uh, mijn grote vriendinnen daar. En uh, ik help ze nog steeds een beetje, af en toe ja. schrijf ik stukjes over wat er hier in uh, Nederland ja. gebeurt, wat voor Suriname interessant kan zijn. Je hebt overal, oh, je hebt ook meerdere boeken geschreven. Yes. Waaronder Suriname op weg naar het WK. Nou dames en heren, dit is hem. Suriname op weg naar het WK. Ik heb het echt met heel veel plezier, heb ik het gelezen? dankjewel Ik vooral het moment dat ik kreeg er een beetje een beeld bij en, en, uh, toen je in Mexico was dat stukje. Het leek bijna of ik de geur gewoon rook. Ik ben nooit in Mexico <laughs> geweest, maar ik, ik beleefde het goed. Het was echt het moment dat je met florian Joseph ging jij boodschappen halen Ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dat was Ook, echt. Ja. Uh, ik ging me helemaal visualiseren hoe dat allemaal ging en uh, ja, dat was. Uh, ik vond het echt een, uh, een heel prettig boek. Het leest lekker weg uh, in ieder geval. Maar Vooral het gaat over de kwalificatie voor het WK. Zeg maar. Dus kwalificatie voor het WK is natuurlijk een droom voor iedere Suriname. Maar kunnen we stellen dat het inmiddels ook jouw droom is? Ja. ja. Mm -hmm. ik, nou, van begin af aan heeft. Uh, ik zei net 98, toen was ik er voor het eerst. Toen heb ik ook een ander boek geschreven, dat gaat wel over het Suriname-voetbal. Maar via het voetbal kun je ook heel goed uh, verhaal vertellen over Suriname. Als je er dus zelf gaat spelen, met wat voor mensen zit je in je team je komt bij uh, Javaanse, Hindoestaanse, Creolse gezinnen thuis. Je gaat naar feesten, partijen, Dede Osso's, ja. maar Mo. Dus dat heb ik ook al gedaan. Ik ben ook helemaal geen voetbaljournalist eigenlijk. Ik ben wel gek op voetbal. Ja. Maar uh, via voetbal, en dat had ik ook via het onderwijs kunnen doen, of via de kunst, ja, of, uh, kom je op de, ja, de vele mogelijkheden die er in Suriname zijn. Maar ook op de, de oorzaken waarom het nog niet altijd even goed uit de verf komt. En dat is uh, bij het voetbal zo, bij het onderwijs, in de cultuursector. Ja. Uh, talent genoeg, maar uh, ja, probeer eens maar te ontwikkelen. En dan kom je natuurlijk vrij snel terug op wat er in de jaren 70, 80 gebeurd is. Ja. Veel te snelle onafhankelijkheid. Nou, dat gaan we hier allemaal niet bespreken. Maar via het voetbal heb ik altijd gedacht: van, nou, uh, daar is op vrij korte termijn succes te halen. Ja. Als je maar goed organiseert, want talent is er altijd. Ja. En dan heb ik nog van voor de periode dat nu spelers zonder Surinaams paspoort voor Nacho kunnen spelen. Uh, dat gaat er een keer gebeuren. Dus uh, het, het is inderdaad een droom. Ik een beetje langer uitleg misschien. Maar, uh, <laughs> maar wel en ik de... ben er ook van overtuigd dat het gaat lukken. In, in, in dit laatste boek, want ik heb uh, Nacho ook in 2007-2008 gevolgd, er is een mm. ander boek over geschreven. Waar het echt op eentje na, die speelde dan proefvoetbal uh, op Trinidad, dat was Lorenzo Biebers. Ja. Maar de andere, uh, allemaal amateurs, nog niet eens semi-profs, uh, want nee, uh, ja. ze, ze, ze moesten vechten voor hun trainingsgeld en voor hun dagvergoeding. Ja. Uh, dat is nu ietsjes beter, maar dat is ook nog niet dender. Nee, nee, nee. Voor de lokale spelers, hè. De, ja, uh, klopt. Maar uh, ja, het, 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 vroeg of later gaat het een keertje gebeuren. Het is een kwestie van tijd, gewoon, want als je ziet um, <coughs> hoeveel potentiële internationale tsunami heeft, het is gewoon meer dan pak een beetje Nou, welk Europees land kan ik pakken. Um, nou, Finland bijvoorbeeld heeft meer inwoners. Veel minder talent, veel minder profvoetballers. Noord-Ierland, bijvoorbeeld, de competitief elftal heeft veel minder, uh, ja. minder profvoetballers ja. um, uh, prof dan Suriname op de been zou kunnen brengen. Uh, want jij je, je noemde vooruitzending het getal van 200 uh, voetballers. Zo'n lijst was. Ja, dus, uh, toen die, die paspoortkwestie rond was, hebben ja. ze uh, bij de SVB hebben ze vrij snel zo'n lijst gemaakt. En er staan er meer dan 200 op. En de, de, die, die zouden stuk voor stuk in Amerika komen voor nation. Maar dat bedoel ik. IJsland heeft uh, het EK en WK gehaald. Ja. ja. En, en, en die hebben 300.000 inwoners. En die hadden toen nog 180 actieve profvoetballers. Dus kan je nagaan. Ja, moet je nou... En ze ja. hebben echt een paar grote landen heel moeilijk gemaakt. Maar, maar dat bedoel ik. En natuurlijk, IJsland is net zo georganiseerd als Nederland als land en dat soort dingen. Ook niet zo heel lang, maar goed, wel sinds een paar decennia. Maar uh, als je gewoon kijkt, als je het vergelijkt met de andere Caribische landen. Dan alleen Jamaica eigenlijk met ons concurreren qua spelerspotentieel. Want Curaçao heeft getalsmatig minder. Ja. Ja. Uh, Haiti heeft ook wel een behoorlijke. Uh, ook wel. Ja, uh, die kunnen ook wel Maar in principe, wij, wij hebben in het verleden met amateurs. tegen van Haiti goed ja. gepresteerd. Ja. En, nou ja, nee, maar goed. De, de, de potentie is er. En dat was al. Uh, dus voor de onafhankelijkheid tot mm. eind jaren zeventig eigenlijk. was ja. Suriname nog toonaangevend in het Caribisch gebied. Er gingen landen als uh, Trinidad, Jamaica. die gingen er helft met 3-4-0. Ja. En dan mochten ze nog in een handen knijpen. Dat ja. Was, ja, dat was gewoon ja. normaal. Dat was, dat was ja. normaal. En ja. nu is het al een ja. tijdje ja, niet meer echt andersom. De laatste keer tegen de Jamaica ging het ja. ook niet zo heel goed. Maar goed, er zit wel een stijgende lijn in. Ja, dat is het het wel, wel niet. Ja. Nee, maar we het is, het is, uh, hebben we het alweer over de oorzaak. Want uh, dit boek is wel op weg naar het WK. Ik wilde ze tijdens de WK-kwalificatie uh, volgen. Maar toen uh, lag de halve wereld, ja, de, de hele schulden, wereld ja. lag plat. Dus je kon niet meereizen. Ja. Die, die reisde in een bubbel. Ja. Dus uh, daar gaat het boek voor een deel over: hoe ze het onder dien Goree gedaan hebben. Dus dat voor het eerst de profs uit Europa mee mochten gaan ja. doen. En nu heb je ze gevolgd uh, tijdens de Nations League. Ja. Ja. Tegen Mexico, in en tegen Mexico, in en tegen Jamaica. Ja. Uh, het is een, uh, uh, maar dan gaan we het meteen wel over de, over de oorzaak hebben waarom mm. dat potentie, die potentie ja. er nog niet uitkomt. Uh, ja, je, je noemt IJsland. Ja, maar daar hebben ze een hele grote sporthal opgezet ja. om, ja, om daar voortdurend te kunnen ja. trainen. En, ja. Ja. Ja, uh, ja, precies. Baratof ja, en Marokko laat zo. Marokko heeft een ja. fantastisch trainingscomplex ook ja. laten aanleggen. Ja. Er is ja. geld en er is een goede organisatie. En. Uh, een van de dingen die Menzo uh, in het boek ook uitlegt en een paar andere mensen ook zegt, ja oké, okay, je kunt van die 200 uh, op papier hartstikke goede spelers een mm. fantastische selectie maken. Uh, ook de uh, lokale spelers uh, daarbij niet over het hoofd zien, want die moeten aanhaken, de, dan, ja. daar moet je ook uh, goed naar kijken. Uh, ja, dan kom je naar je land. maar je organisatie die heb je niet in één, twee, drie, jaar voor elkaar. Je moet zorgen dat er geld is. Je moet zorgen dat er sponsoring komt. Dat die uh, spelers zich uh, op hun gemak. Voelen. En daar wil ik even op inhaken. Want ja. uit het boek haal ik ook quotes. En eentje die wil ik even, nu even er, eruit halen. Dat is: Ik kan niet met mijn hand op het hart ontkennen dat er rond bestuursverkiezingen. En machtigingen voor vergaderingen sprake <laughs> kan zijn van Chukou. Ja. <laughs> is dat de grootste reden waarom het voetbal in Suriname niet vooruitkomt? Uh... Nee, dat is niet. Dat is, uh, dat is een, een, een uitvloeisel uh, er misschien van. Nee, ik denk dat je veel verder terug moet gaan. Ik denk dat je. Uh, Hoe ver terug? Eind jaren zeventig. Uh, dus uh, voor de onafhankelijkheid. Wat er toen gebeurd is, uh, Suriname had niet alleen een van de beste team, uh, landenteams. Uh, Robin Hood speelde toen hartstikke goed. Transvaal ook. ja yeah, uh, uh, die dus internationaal yeah. uh, Ze hebben een paar keer de, de caribische Cup uh, yeah. gewonnen. Uh, nou, dat, dat was nog in de tijd ook dat Pelle uh, in, in uh, het Kamperveenstadion ja. is gespeeld. Nou, daarna is het uh, eerst door de onafhankelijkheid en vervolgens door uh, 1980. De Koep. Uh, ja. De Koep, uh, 82 decembermoorden. Uh, heel veel mensen die uh, kijk op voetbal hadden, die een stand hadden van uh, managen, trainen, ja. uh, die zijn allemaal naar Nederland gegaan. En daar is het misgegaan. En uh, ik denk niet die Tjugu, uh, dus die quote die jij net. Aanhaalt. Die is van de huidige SVB's voorzitter, van Jon Klopt. Um, hij weet dat het speelt. Hij kan er ook niet iets tegen doen. Uh, maar ja, het is nu in Suriname bijna een beetje uh, roeien met de riemen die je hebt. Uh, uh, mensen die in het SVB-bestuur ja. zitten, daar wordt heel negatief over gedaan. Maar ik geef het je te doen. Als je heel weinig geld hebt, uh, probeer daar maar eens een goede organisatie neer te zetten. Dat kan ja. bijna niet. En uh, ik heb. Uh, het, het, voor het uitkomen heb ik het boek ook door Menzo laten lezen. En uh, die, was, die had zeker kritiek op de SVB, uh, maar die wilde een aantal dingen ook weer afzwakken zoals ik ze had opgeschreven. Net alsof iedereen rond de SVB maar geld wil verdienen aan de, ja, de FIFA ja, ja, die binnenkomt. Ja, dat is niet helemaal zo. Uh, er zijn ook mensen die in het bestuur zitten, die het gewoon belangrijk vinden om in het bestuur te zitten, die iets willen betekenen voor het land. Dat hoeft niet per se negatief mm -hmm. te zijn, maar dat is nog iets anders dan mensen in het bestuur neerzetten. Die echt weten wat ze moeten doen. Die een ja. meerjarenplan hebben. Die weten hoe ze sponsorgeld binnen kunnen halen. Ja, dat Dit, is momenteel niet het geval. Dat is niet het geval. No, misschien nog niet. Misschien komt het nog, nee. nog maar. Ja. Nee, ja. En, en de, de, de bestuurders, uh, en daar is ook Christian dat de voorzitter die mm. is, uh, om mij daarin gelijk te geven. De SVB heeft, heeft niet een goede naam. De sponsors willen niet hun. Uh, uh, zich, zich verbinden aan, mm. aan de, de mensen die nu in het bestuur zitten en daarvoor ook niet. Omdat ze geen volledige financiële transparantie geven. Ja, maar wat ik wat, wat nieuwsgierig aan ben. Jij kent die grote partijen ook, uh, Koeldip Sing, uh, dat soort bedrijven ja. die veel in voetbal, hè, zaalvoetbal met name ja. sponsoren. Uh, Yokohama training, we nou, kunnen ze allemaal opnoemen. Um, is wat jij nu zegt de reden dat dat soort bedrijven niet met Nacho in zee willen? Grotendeels. Uh, Telesuur uh, is al jaren een sponsor van, uh, <kacht> ja. van, van het voetbal. Ook de andere selecties, hè, ook van het ja, schaalvoetbal. Ja. Uh, dat komt voor een deel ook door de huidige CEO, Mike Antonius. Een enorme voetbalfan, gaat ook altijd met Nacho mee. Uh, maar uh, zelfs Fernandes was toen het onder Dien Goré, dus uh, twee jaar uh, mm. uh, geleden, de goede kant op ging. Toen die WK-kwalificatie begon. Ja. Fernandes wilde gaan sponsoren. En Fernandes is niet een, een heel ruimhartig met sponsoring. Uh, ja. Staatsolie hadden het, het Staatsoliefonds, uh, GoTo, uh, de energiepomp. De, ja, de pomp ja. wilden ook investeren. Uh, maar bij de SVB konden ze niet garanderen dat er financiële transparantie zou zijn. En uh, er is ook een deal afgeketst met uh, Nike. Ja. Dat benoemden wij in de ja, vorige podcast. Dat is ook inderdaad. gesproken. Dat, dat, ja, uh, ja. ja. ja nou, maar wat daar precies. In het uh, um, <kwijls> boek stel ik wel een aantal dingen aan de kaak. En. Um, ik leg ook ergens uit dat ik niet uh, overal uh, mijn bronnen prijs kan geven. Omdat Suriname ja. maar klein is. En dat uh, ja. mensen niet nagewezen zullen worden. En iedereen heeft de volgende dag of de volgende maand toch weer met elkaar te maken. Ja. Maar dus er spelen nogal wat belangen door elkaar. in zo'n ja. hele kleine, hechte gemeenschap. Uh, en dat, dat maakt het ook moeilijk. Dus dat is een andere oorzaak. Toch zijn er wel wat mensen geweest. die met ja, een beetje brutaliteit. wel een plan hebben gepresenteerd. waaronder C-Dorf in ja. het verleden. Ja. Um, over die brutaliteit gesproken, zelf ben jij ook best wel brutaal geweest. Namelijk in 2012. Toen belandde jij op de achterbank van de president van Suriname. <laughs> ja. uh, overigens was hij toen nog minister van Justitie ja. uh, uh, en Politie. Nee, dat was hij niet. Dat was hij toen niet? Nee, want hij was toen uh, oppositieleider. Dus hij was onafscheidend ja, uh, gekond. Ja. Oh, dat was in 2012 was ja. inderdaad. Ja, ja dus uh, ja. tot 2010 uh, was, was hij minister school. van Justitie en Politie. Ja. En toen uh, 2010. Uh, Eigenlijk was het front nog wel de grootste maatschappij kwamen er in de kabinetsformatie, want ja. de regeringsformatie kwam ze niet uit. Toen werd het Boutersen. En toen, was, uh, toen wilde Boutersen vrij snel die amnestiewet niet zozeer wijzigen, maar of, of uh, een nieuwe amnestiewet invoeren, maar wijzigen. Zodat ja. zij de dans zouden ontspringen met die vervolging. En er was een meerderheid in, de, in het parlement. Dus dat, dat, uh, ja, dat is zo geregeld. Dat, dat was uh, inderdaad vrij snel geregeld. En er was een schorsing en toen... Wilde ik de mening van de oppositieleider hebben? Van, toen, uh, <laughs> ik had hoofd, uh, oogcontact met hem, want je komt toen nog boven. Ja, bij ja. uh, de assemblee bedoel je. In de assemblee ja, ja. kon je naar beneden kijken ja. en zei: van straks even bellen of vragen. <laughs> en zei: uh, van nee, nee, ik moet gaan. En ik wist waar hij woonde. <laughs> ja. Hij moest naar Lelydorp. <laughs> en het is eind van de dag, doe je minstens drie kwartier over. Ja. Sta je in de file. Klopt. Dus toen zei ik: uh, nou, meneer Tjan, want wij kennen elkaar al. ik had hem eerder gesproken. Toen zat ik al in zijn auto. Dit ja. is niks voor mij. Dus, uh, <laughs> maar uh, maar het hij, hij vond, hij vond het heel erg. Want in het boek ging het ook even over Seedorf. Uh, ja. Meenemen? ja, ik heb zeg maar, het, het uh, verhaal van de Tjoukkoe. Ja. Uh, dat heb ik ook geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van Clarence uh, Seedorf. Die ja. met zijn familie toen heeft geprobeerd de bestuursverkiezingen te winnen. Ja. Eerst heeft hij een poging gedaan in 2007, 2008. Om, uh, hij had een hoop geld had hij beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Surinaams voetbal. 3 miljoen euro. Een heel goed plan ook, dat is, dat is een heel sterk Absoluut. Plan. Ja, hij heeft uh, het in eerste instantie niet heel handig aangepakt, vind ik, door zijn zaakwaarnemer te sturen. Een Australiër, nota ja. Die is naar Paramaribo gekomen en die is met de SVB gaan praten. En zegt: Nou, oké, okay, uh, ik kom namens Clarence en uh, we gaan het zo ontwikkelen, uh, dit is onze investering en we gaan het bestuur iets anders opzetten. Er komen drie mensen uit het huidige bestuur, drie mensen namens uh, uh, Zedorf Foundation ja. hadden ze, ja. uh, en Clarence wordt voorzitter. Ja, maar zei de voorzitter terecht, de SVB-voorzitter, van, wij zijn een ledenvergadering. Dus dat kan zomaar niet, je kunt niet, uh, uh, ja. dat is niet democratisch. Dus als je iets wil betekenen dan moet je, het, uh, moet je proberen de verkiezingen te winnen. Ja. Ja, anderhalf jaar later ik, was ik nauw bij betrokken uh, met, met uh, clubs ja. als uh, Leo Victor en Nationaal. Wij vonden ook dat er een ander bestuur moest komen. En, uh, in die tijd al. In die ja. tijd al, ja. ja en um, ja, toen heeft Cederov, hij is ook op dat moment niet zelf gekomen. Ik denk dat dat misschien wel enig gewicht in de schaal had gelegd. Uh, toen heeft hij Italiaanse adviseurs. Hij speelde toen nog bij Milan. Yeah. Heeft je laten komen. Fantastisch verhaal over hoe je de nationale ploeg zou kunnen ontwikkelen. Profvoetbal kon ja. introduceren in Suriname. En, um, nou ja, <laughs> de, 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 geen spel tussen te krijgen. Dat zag er heel veelbelovend uit. Ja. En toen hadden ze een soort peilingen. Dan ga je met stemgerechtigde praten. Niet alleen de voetbalclubs, maar ook de lidbonden. Mm -hmm. 51, hou me te goed hoor. De rand, randdistricten bedoel je toch? Die, ja, de, de lidbonden. en zo. Ja, maar zo. ook... En, uh, ja, sportbond Ja, ja, ja. Nikeri die, die hebben ja. allemaal uh, uh, stemrecht. Ja. Behalve de clubs. Dus heb je in totaal meer of... Uh, clubs uit de eerste en tweede klasse. Ja. En uh, nou ja, dan moet je gewoon een meerderheid zien te krijgen. Per uh, uh, kandidaat wordt gestemd. En ze hadden een week van tevoren, hadden ze zo een beetje zo gepijld. Van nou, kat in bakkie, gaat wel lukken. Ja, ja. Maar ja. Is het, het zittende bestuur is langs geweest, en ik heb dat dus wel uit heel betrouwbare bron. Ik ja, tegen die mensen van zo'n lidbond: van, Wanneer was jij voor het laatst met je vrouwtje op Aruba? Nou, dat kunnen we regelen. <laughs> en dan wil je toch ook wat uh, te besteden hebben daar. Dus dan uh, ja. ging er al een envelopje, een <laughs> ja, ticket envelopje. Als je weet wie de penningmeester is, uh, uh, die uh, toen. Uh, ja, de, 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 de toenmalige penningmeester die had een uh, reisbureau waarvan de nationale ploegen voordelig uh, konden vliegen. Maar ja, ik weet het ook idee. al was of eigenlijk ja. in persoon gekomen, alsnog zou het afgekeerd zijn. Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Dat had, dat had, had misschien, gezeten, wel, uh, misschien wel iets uitgemaakt. Ja, dat ja, wel. Ja, ja. maar uh, als er aanwezig is, ja. de grote voetballer, die Surinaamse voetballer, je weet het niet hè. Ja, maar er zijn er wel meer dingen aan de hand volgens mij, want uh, uh, Santoki dus toen ik achter bij, hem, achter bij hem in auto was gaan zitten, voor dit boek ben ik ook nog een keer heb ik een afspraak met hem gemaakt. En uh, Santoki uh, is open, vind ik. Hij is uh, toegankelijk voor de pers. Hij doet graag zijn verhaal. We gaan niet hebben over wat hij allemaal uh, minder goed doet of uh, hoe, hoe het, waar, de, waarom de ontwikkeling van Suriname stokt. Maar uh, hij heeft wel gezegd van het voetbal, het is een soort paradepaardje voor mij voor het diaspora-beleid dus de potentie zit ook in Nederland en Europa. En dit gesprek vond plaats op het kabinet? Ja. Dus die brutaliteit die je had, die heeft gewoon geleid tot een afprezing? Nou, nee, maar dit, ik, 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 ben met hem, ik heb die afspraak kunnen maken via Ronnie Aluma. Ah. De, de doelman. Oudkeeper, ja. Oudkeeper van Nacho ja. in 2008 tot 2012, zo'n beetje. En die zit nu in het parlement voor de VAP. De partij van Santoki. Ja, ja, ja. En ik heb uh, tegen Ronnie gezegd, ik weet dat er. Nee, die regel. En dat had, heeft hij waargemaakt. Ja. Ik zat bij Santokki en Santokki zegt van nou, dat is heel mooi als we met die diaspora spelers mm. uh, iets kunnen bereiken voor Suriname. Want dat, dat effect is veel groter dan alleen op het voetbalveld. Wij hebben uh, geld beschikbaar via de winsten van staatsolie. Olieprijzen zijn omhoog gegaan vorig ja. jaar, er is meer geld beschikbaar. En uh, ja, de, 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 maar dan moet de SVB wel een plan komen. Ja, dat, dat komt steeds terug. En dat, elke keer dat, dat komt dat... terug. Er moet een plan komen. Er moet ja, transparantie zijn. Een meerjarenplan. Ja. Gewoon en... strategisch beleid. En elke keer hoor je dat. Nike komt niet. Er is geen plan. Ja. Uh, grote sponsoren, bedrijfsleven wil sponsoren. Er is geen openheid van zaken. Er werd ja. wel in een, onlangs in een interview. werd er ge, uh, de Adidas werd uh, genoemd. Dat die ook hebben aangeboden. Een nacho te willen sponsoren. Ja, Adidas. En ik heb de nieuwe ontwerpen gezien van Adidas. Van het uh, Nationale elftal van Jamaica. En dat zijn prachtige tennis. Ja, ja, ze dat... hebben echt een. een, een ja, oog voor het klassieke model. Het is echt heel mooi. Uh, wat ze ervan hebben gemaakt. En als dat voor dat Suriname zouden doen. Ja, maar dat dat ja. zegt toch eigenlijk al genoeg. Want uh, uh, op de, de site van de FIFA. Ja. Dus toen die paspoortkwestie er doorkwam drie jaar geleden, dus nu ruim drie, toen kwamen al meteen van die artikelen te staan van Sleeping Giant. Ja, onmiddellijk. Ja, klopt, ja. toen hadden ze ook al die spelers en van ja, maar als al die neefjes van Cedeau en Davis, Rijkaard, Gullit, als die allemaal voor Suriname gaan voetballen, nou. Dan is Jamaica nergens ja, meer. Het boezemt al angst in bij vele landen. Ja, ja, want ik weet nog, toen ja. Maar dat Canada weten ze bij Nike ook. En bij ja. Adidas. Ja. 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 Ze weten het onders goed. Want ze weten, als je Suriname hebt. Heb je ook Nederlandse markt. Direct. Onmiddellijk. Ja. Een groot deel van de Nederlandse markt. En ik weet nog toen tsunami tegen Canada moest spelen was die bondscoach, John Hurtman, die was toen heel voorzichtig. Ja, want ja, ja, ja. Die, die dag bij Sovjetjes: ze hebben spelers van Feyenoord, ze hebben spelers van, ja. van die. Die club. wist niet wat er, uh, wat er Ja, maar dat da, da, ja. is wel. Dat is, is echt super jammer dat ik daar niet bij ben geweest. Want ja. uh, nou, dan hebben we het gewoon weer over voetbal. Ja. Maar de Hurtman uh, had een assistent bondscoach. Ja, Bicentini toch? Bicentini. Ja. In zit hij nu weer ja. klopt. Bij, bij Dean Gorey, die ja. toen de bondscoach van Surinale Suriname was. Ja. En uh, Bicentini, die kende spelers als uh, Malone. Kolwijk. Ja. Euh, <laughs> Bekker kende die de, misschien. Nou, die zal die ook wel gekend hebben. Dus zij hebben het eigenlijk een super slimme wedstrijd gespeeld. Ja. Want Suriname is niet van de mat gespeeld. Toen nee. het, toen het uh, niet lang na dus 2-0 werd. Een hele was een goede was Isse, over, was het, uh, eerste Ja, Toen die 2-0 was ja. de wedstrijd. En die bal de lat, hè? Die, ja, die werd eigenlijk over de lijn. was. Ja, Bij de VAR was hij een voorganger. Als er een VAR ja. was geweest, had je eenmaal voorgestaan. Ja. En, want het eerste kwartier was Suriname gewoon. Ja, wat dus deden die ja, Canadezen? Die ze van ja, maar goed. Oké, we weten niet precies. Ze hadden natuurlijk wel studie gedaan, maar ze wisten niet precies. En Suriname ging aanvallend voetballen wat ik op zich wel goed vind maar misschien had je ook kunnen zeggen want zij hebben al hun krachten hun kruid verschoten in het eerste half ja, uur ja. en 35 minuten zat hij erin. Foutje ook nog achterin. Ja, ja. ja. je benoemde net de bondscoach Binsentini uh, en ik wil toch even over bij de bondscoaches blijven want de bondscoach van Mexico ze hebben inmiddels een nieuwe bondscoach uh, Niels heb hebben jullie meegekregen denk ik? Ja, Coca. Coca ja en ze hebben ook een tijdje zonder bonskoos bondscoach... <laughs> ja. ja, 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 ja. gezeten <laughs> uh, voor de kijkers luisteraar wordt betekent coca, coca. <laughs> misschien even een uitleg een cola <laughs> cola, -tje. cola -tje, <laughs> so. nee, hij komt van de uh, tigres komt hij, van de uh, mexicaanse competitie ja, die hebben bevestigd dat hij inmiddels uh, een aanbod van de mexicaanse elftal heeft uh, geaccepteerd om bonskoos te worden ja. ze hebben een tijdje zonder bonskoos gezeten ik weet ja. niet of je dat wist wie ja want na het wk is ja die had bedankt uh, en ja, we praten heel veel over dat Suriname een tijd zonder bonschos zit. Maar het gebeurt ook in andere landen. Zelfs ja. een topland ja. als Mexico. Ja, die hebben, ja. Het is voor hun begrip best wel lang dat ze zonder bonschos hebben gezeten. Dus ja. ben benieuwd naar die coca. Ja. Ja, ja, nou ja, het is een ervaren man. Ik volg de Mexicaanse iets wel een beetje. Uh, hij was technisch directeur bij uh, Tigres. Hij was, uh, ja, en, en in Mexico is een technisch directeur is vaak ook de coach, maar niet altijd. Maar um, ja. Het, het, ik ken hem zelf niet zo goed, maar als jij bij Tigris in uh, Mexico uh, de technische man bent, dan heb je een bepaalde status, want het is een hele grote club. Er zijn meerdere grote clubs, tenminste meerdere clubs aan elkaar gewaagd in de Mexicaanse competitie. Hè? Ja. Vroeger was het eigenlijk Amerika die echt de scheppers zwaaide. Ja, die, het is echt de, de bekendste, denk ik. Een ja. ja. traditionsverein om het zo te zeggen. Je hebt ook Pachuca, Cruz Azul, Hunan uh, Pumas, uh, dat soort teams, weet je. Monterrey. Ja, de, Monterey, Torreón, daar speelde ja. Suriname die uitwedstrijd tegen ja. Mexico. Ik ben even de naam van die club kwijt. Cruz Azul is dat. Is dat Cruz Azul? Azul is ook een paar keer kampioen geworden. Ja. ja, dat is een grote club. Ja, 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 ja. Cruz Azul, daar komt uh, Jiménez van Feyenoord vandaan. Ja, dat, is, uh, maar in, oh, ja, dat klopt. Maar ja. in de Mexicaanse competitie is het heel raar. Amerika kan de negende eindigen. Ja. En volgend jaar worden ze wel kampioen. En ze hebben daar ook een hele andere competitie omzetten. Ze hebben de apertura, dus de openingshelft. Ja. En de clausura, de sluitingshelft. En de winnaars van die twee competities, die spelen een finale oh, tegen elkaar. Okay. En dan word je kampioen. Dus het is niet zoals uh, in Europa, 34 wedstrijden en nummer 1 is kampioen. Nee, je hebt deel 1. We deel ook 2. In België doen we een beetje. Uh, nou, het is niet te vergelijken, want dat nee? is echt de playoff tussen de beste vijf teams of ja, vier teams. Maar ja. daar hebben ze gewoon twee competities. En de winnaar van beide competities, die speelt tegen elkaar. Ah, dus je kunt een beetje freewheelen. Ja, dus het, het kan zomaar zijn dat je in de eerste, eerste deel gewoon tiende eindigt. Ja. En het tweede deel kampioen wordt, omdat je spelers koopt en dat je dus uiteindelijk kampioen wordt. Hmm. Dat kan gewoon. Een soort periodetitel mee vergelijken. Okay. Twee periode-titels en de winnaars ja. daarvan die strijden tegen elkaar. Van de Mexicaanse competitie wil ik ja. het even over de U17-selectie hebben van Suriname. Ja. Die zijn inmiddels vertrokken richting Guatemala. Ja. Daar spelen ze hun eerste wedstrijd ze de dertiende tegen Haiti. Nee, sorry, tegen Honduras speelt ze hun eerste Hoe wedstrijd. Het ja. is wel zeven uur tijdsverschil. Ik weet niet of jullie gaan kijken. Hoe laat? 11 uur was het, toch? Of niet? 11 uur s avonds Nederlandse tijd? Twee uur Nee, het was 2 uur s'nachts, als ik me niet vergis, uh, tegen Honduras. En daarna... Ja. Ja, Misschien wel. Ze zitten in een pool met Honduras, Haiti en El Salvador. Pittig. Oh, pittige... Pittig. Is ja. Ja. Ja, dit, 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 ik, ja, ik ken de kracht van die andere selecties niet, maar... Ik wil ook niet zeggen, goh, dan ga ik makkelijk heen, maar... Als alles meezit, zou je misschien door kunnen gaan, maar er moet echt alles mee. Zitten. Ik heb de training een beetje gevolgd. En ik zag wel wat leuke dingen van. Ja. Uh, met name de spelers uit de diaspora die zijn uh, aangesloten. Ik weet niet of jullie ook daar wat van hebben meegekregen. Ja, wat, wat heb je erover meegekregen? Ja. Alleen wat namen. Ik nog uh, ja? niet. Nee, uh, eerlijk gezegd, nee, ik weet ja. daar niet genoeg van. Maar, uh, Dat zijn negen jongens, dus hè? Ne ja. negen diaspora spelers ja. met uh, elf lokale jongens. Uh, de lokale jongens spelen bij PVV, Robin Hood. Eén ja. um, club, de naam van Schoten, is een beetje een onbekende club van mij. Voorwaarts zit er één speler bij, ja. um, Leo Victor. Leo Victor ja. Ja, ja, ja. En uh, dan heb je vanuit Nederland, zit er FC Utrecht, twee jongens, drie Ajax Eén van Almere City, een keeper van Volendam. Ja. En uh, vergeet ik dan eentje? Twee van Telstar, waaronder de zoon van Steve Olvers. Oh ja. Kwam we ja, achter. Ja, ja. Die kwam ook voor de Suri-profs uh, in het ja. verleden. Ja, ja. ja, ja. ja dus, uh, en en uh, als je een beetje bekijkt, uh, ja, goed. De teams waar ze gaan spelen zullen ook niet allemaal spelers hebben van het niveau die bij Ajax in jeugdopleiding spelen. Dat is mijn inschatting. Je zal, elk land zal twee, drie toppers hebben die bij een topclub ergens spelen en uitblinken. Aangevuld met wat gemiddelde spelers ja. en wat lokale jongens. Want uh, Jamaica bijvoorbeeld ook, die iets van zeven lokale jongens ook in de selectie. Um, dus ja, uh, Haiti en El Salvador en Honduras. Ja, El Salvador zal veel Amerikaanse jongens hebben. Ja. Ook ik zo. Er ja, spelen ja. heel wat spelers uh, volgens mij van Haiti ook in de jeugd-MLS-competitie. Nou, ja. ja, dus dan, dan ja. ga je wel wat tegenstand uh, verwachten. Maar ja, is dat beter dan de B1 van Ajax en Utrecht? Per se? Nou, als of is we, het vergelijkbaar? Als we naar het grote MLS kijken, de, de, dan is de competitie al vergelijkbaar met de eredivisie-niveau ja. eigenlijk. Mm -hmm. Daaronder, de en er wordt heel goed opgeleid in ja. Amerika. Uh, overigens zijn er ook de Nevis de Mees. Die zijn ook voor een ja, academie. Klopt, ja. Uh, ja. Zijn die in Amerika? Ja, klopt. En die komen uit voor de U20, kwam die nog uit. De U20 van uh, Nacho. Dus het zou ook een. Trouwens, Cedorf had het ook voorgesteld om in Amerika spelers een ja. opleiding te laten. Heb je dat? Ja, maar dat niet? is heel goed. Dat, dat, dat verhaal. Dan komen uh, bij de. Kelvin Leerdam, die speelt in Amerika. Ja. De enige van, van ja. Nacho. ja. En die zegt dat ook. Van, we, we moeten er is nog te... eentje bij: niet van Nacho. Maar het is wel. Uh, inmiddels gisteren is het bekendgemaakt dat uh, van de kust. Ook de Surinaamse. Ja, die gaat naar Jurgen. Ja, okay. Surinaamse achtergrond het Speelt niet voor Nacho, misschien in de toekomst weten niet. Okay. Er ging wel gerucht van rond, maar er is helemaal niks van bevestigd okay. in ieder geval. Maar het is wel iemand met een uh, Surinaamse wow. achtergrond die ja, voor ja. FC Utrecht uitkomt. Ja, maar de, de Leerdam zegt ook van de, 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 het zijn allemaal opleidingsclubs, dus de uh, potentie het, ligt wat meer in de regio. Uh, waarom alleen maar focussen op Europa? Uh, ja, precies. Uh, het, het zou goed kunnen. Maar gewoon Mexico ook, of Costa Rica, die hebben ook een aardige competitie. Ja. Hè? Maar, maar um, Amerika heeft ook iets andere regels gegeven. Want in Europa, dat uh, wordt in het boek ook mooi beschreven trouwens, dat het soms een beperkende factor is om een, iemand van een Suriname te contracteren omdat je gelijk een hoog loon moet betalen. Uh, nou, die Europese regels heb je wat minder in die regio. Ja, dat, dat, is, dus dat is ook precies de reden. Want ja. de, de, de spelers die nu bij Nacho zitten, mm. zitten een aantal van. Ik sprak laatst Christian dat is hij zei: van nou alleen al uh, om, de, om de spelers uit de, de vorige selectie allemaal op te roepen. Ja. Hij noemde er tien uit Europa en acht nog weer daarbuiten. Ja. ja. Dus uh, dan heb je, uh, Haan speelt nu in Japan. Japan ja, inderdaad. Ja, Kyoto Zanga. Ja, ja, uh, ja, ja. Uh, nou ja, de, op Cyprus heb je uh, ja, nu Malone, Malone en Fleiter. Fleiter. Ja. ja, nou ja, goed. We hoeven ze niet allemaal na te ja, gaan. Ja. Maar uh, uh, dat komt om vanwege die EU-regeling. Dus ja. de uh, Europese Unie beschermt zijn eigen markt. Yes. Voor welke beroepssector dan ook. Mm -hmm. Maar ook voor profvoetballers. Ja. Wil een club uh, een, een Surinaamse talent halen. Dan moet hij dus bovengemiddeld goed zijn en moet die bovengemiddeld betaald worden. Ja. Dat is een regel die geldt ook voor dus. uh, tv-presentatoren, ja. of journalisten. Of, uh, en dat gaat Herenvee uh, niet doen voor dit uh, geweldige journalistiek. Nee, natuurlijk nee. niet. Nee. We moeten nee. helaas uh, bijna gaan afronden. Oh ik wil nog eventjes bij de U17. Uh, ik wil de kansen weten. Want ze spelen natuurlijk om het Concacaf kank kampioenschap in yeah. uh, Guatemala. Wat zijn de kansen? Wat is de verwachting? Zullen ze. Ik, ik dacht dat ze, uh, maar misschien was dat niet U17 maar U15: dat er uh, vorig najaar ook al met spelers uit uh, Europa oefenwedstrijden waren gespeeld. En dat pakte niet zo goed uit, dacht ik. Oh. Was dat U17 nee, of was dat U15? Ik, ik heb dat niet. Van vorig door. jaar? Ja. Dat was U20. De, 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 U20. De, 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 de U20? U20, de, de U20 okay. heeft okay. Hef, ja. de, de Gold Cup voor U20 gespeeld. Oh, ja. En dat was uh, 7-0, 4-0. Ja, precies. Dat was geen 7 oh, oh, Dat hè? was. Ja, ja. ja, 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 met, ja, ja. Met, met de Haas en die jongens. Ja, je, zag, je zag wel wat mooie lichtpuntje. Een paar uh, goede ja. dingen, maar het was niet een geheel nog. Maar uh, kijk, waar ik hoop uit, is wat ik net zei. Kijk, uh, je hebt negen jongens uh, die in een van de beste opleidingslanden van de wereld opgeleid worden. Nederland. Ja. Um, dat heeft niet elke ploeg tegen wie je speelt. Die hebben een vergelijkbare of een iets lager opleidingsland, om het zo te zeggen. Dat is een voordeel. Want je gaat mij niet wijsmaken dat um, als je negen diaspora spelers opstelt en twee goede lokale jongens, dat die helemaal afgedroogd zullen worden door Honduras. Nee. Zelf. Dat geloof ik niet. Nee. Maar ik geloof ook niet direct dat je ze gelijk van de mat speelt. Nee. Dat, ik, ik, ik heb het gevoel dat, dat de teams in deze pool voor zover je kan inschatten, hè, qua waar ze spelen, MLS-opleiding. Um, uh, Nederlandse opleiding, sommige spelen lokaal, sommige spelen in Frankrijk, of wat dan ook, dat het redelijk aan elkaar gewaagd zijn, ik, ik ik niet denk dat elke selectie, voor wat ik heb gezien, alleen maar diaspora en profspelers heeft. Nee. En uh, het, het gaat erom wie de breedste selectie en hoe herstel je, hoeveel blessures krijg je. Ik vermoed dat Suriname een kans maakt om een tweede ronde te halen, maar dat het dan wel echt klaar is. Hm. Maar je kan ook zomaar vierde worden in die pool. Ja. Dat is een ja. beetje hoe ik het inschat want we hebben wel, wat ik zei, negen jongens die een goede voetbalopleiding hebben. Beter dan heel veel jongens die op dat toernooi zitten. En uh, in tegenstelling tot die U20, er zijn nu drie verdedigers bij die op niveau spelen. En die jongen van, van Utrecht, nou, ik, ik heb beelden gezien. Dat is een soort uh, Denzel Dumfries uh, onder 17. En uh, die jongens op middenveld, veel middenvelders, die gewoon ja. heel balvaardig zijn en ook wel dynamiek hebben. En een keeper. De vorige keer was er geen keeper bij. En de hele verdediging op de rechtsback na was... Uh, dus lokale geen keeper? Nee, nee, nou, oh, geen keeper ja, en, uit, uh, <laughs> uit Europa? Nee, nee, nee <laughs> geen profkeeper om het zo te zeggen. Uh, ja. En nu is de, heer, uh, de hele achterhoede en de keeper, ah, die hebben gewoon ervaring op ja. Uh, ja, jeugd. Ah, we gaan er, ze gaan gewoon die volgende ronde halen. Nou, ik, ik, ik heb wel vertrouwen in, puur ja. omdat die defensie nu een beetje... Nou, de eerste wedstrijd tegen Honduras, twee uur s'nachts is voor ons. Tweede wedstrijd. Kan ik ook de samenvatting kijken? Ja, als het goed is op, de, op het YouTube kanaal van Konkakaf zelf, ah, dan ja. komen de samenvattingen. En trouwens, dat is de 13e, 13 van februari hun, is het de 12e, want er is een 7 uur tijdverschil. Dus ja, daar spelen ja. ze, is het bij ons 2 uur in de nacht inderdaad, ja. de 13e. En ze spelen de 14e dus uh, om 11 uur voor ons tegen Haiti. En um, de 16e, ook om 11 uur tegen El Salvador. Ah. Oh ja, dat is het anderhalve, ja het is door die tijdverschil. Ja, ja, ja. Dus uh, we gaan het volgen. En, uh, Hallo. Dat ja, is leuk om te volgen. Ja. In de volgende podcast gaan we daar, uh, over een hele avontuur gaan we het over, over hebben. Dus over vier weken, daar zijn we er weer. Ja, man, ik ben echt benieuwd hoe ze het gaan doen. En uh, ja, veel te bespreken. Zeker. Erik, ik wil nog even op het boek terugkomen. Komt er nog een volgende boek? Nou ja, kijk, ik mijn uh, allereerste boek, uh, echt over Nacho, dat heet uh, Suriname En De Lange Weg naar het WK. Dit heet Tsunami op weg naar het WK. Dus, tsunami op het WK. Precies. Dus dat, dus dat is wel mijn ambitie. Je vroeg naar de droom. Maar uh, ik ga uh, kijken of ik, uh, ik Natio weer kan volgen uh, op weg naar het volgende WK. Want ik heb daar één aansluitende vraag op. Um, jij hebt een beetje intern kunnen zien hoe het eraan toe gaat. Hoe groot met de kennis die jij hebt van de organisationele zaken. en de talenten die voorhanden zijn potentieel. acht jij de kans dat zodat nou in 26 erbij is. Nou, ik ben uh, optimistisch daarover. Uh, ook omdat er natuurlijk drie extra plekken zijn ja. op het eindtoernooi. Daar doen sowieso 48 landen mee. Ja. En Amerika, Mexico, Canada zijn gastland. En dat ja. zijn normaal gesproken drie concurrenten. Dus dat, ja. uh, maar, en dan kom ik terug op organisatorisch, als het blijft zoals het nu is. Ja. Volgende maand, 23 maart, thuis tegen Mexico. Er is nog geen bondscoach. Ja. Dit is nog niet eens een plan. Uh, eigenlijk moet je nu al het plan uh, naar het WK 2026 moet je al lang ja. rond hebben. Ja. Over vier weken gaan we daar ook over praten. Mexico en uh, Suriname, de wedstrijd 23 maart ja. spelen die in ieder geval in het uh, SZ-stadion. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Over vier e, weken zijn we er weer in ieder geval. Dan zit ik daar. Dan zit je daar? Ja, ja? ik ben erbij. Geweldig. Ja, mooi, mooi. Nou, <laughs> we hebben een verslag even erbij. Ja, ik kan het ja. zeggen. Geen probleem. Kom maar even in. Nou, dames en heren, ja. kijkers, luisteraars, bedankt voor het kijken. En over vier weken zijn we er weer met de derde podcast. Tot de volgende keer.